Altijd alles afgevraagd wat het verschil is tussen dit soort printer, dit is een FDM printer, en dit soort printer, dit is een resin printer. Hartelijk welkom bij weer een video. Dit keer gaat hij over 3D printen. Niet zo heel vaak komen er 3D print video's van mij uit, simpelweg omdat daar het meeste wel over gezegd is als het aan mij ligt. Ongetwijfeld is er nog heel veel te vertellen, maar niet zozeer door mij. Ik wil echter u vandaag het verschil laten zien wat een FDM printer is en een resin printer, oftewel een SLA printer. Ik print daarom vandaag tweemaal hetzelfde object. Er zit wel een klein verschil in het formaat. De resin printer, de SLA printer, kan iets kleiner formaat aan dan de FDM printer. Dus ik heb op de FDM printer 40% van het originele model en op de SLA printer 35% van het originele model. En aan het eind van de video zal ik u dan laten zien hoe nou het verschil is en waar je het verschil ziet tussen de kwaliteit van de print. Nou, dat hoop ik vandaag in een video aan je te kunnen tonen. Alvast veel plezier. Ja, hier zijn ze dan. Aan de rechterkant de FDM printer. Ik zei al, hij is iets groter dan die andere. Wat er direct aan opvalt is eigenlijk best wel dat die rechter heel mooi geworden is. Maar als je heel nauwkeurig gaat kijken, dan kan je in deze ook, en dan moet ik even kijken of ik dat zichtbaar kan maken, de lijnen zien. De andere, dat is de SLA printer, die moet natuurlijk gewassen worden en kuren in UV-licht of daglicht. Ja, ziet er fraai uit. Je moet er wel een beetje verder kuren, dat is één ding wat zeker is. En wat heel opvallend is, is dat de onderzijde, hij is niet helemaal plat. Als ik bij het ontwerp kijk aan de rechterzijde en ik kijk aan die onderkant, dan zien we al aan de onzuiverheid van de print dat die ook daar niet helemaal glad is. Dus ik denk dat dit eerder een ontwerpfout is als wat anders. Wat we in elk geval kunnen zien is dat, zeg maar, qua detail in principe de linkerkant beter is dan de rechterkant. Je zult zeggen, door de glimmendheid valt dat beter op aan de rechterkant, dat klopt. Dan zou je die linkerkant ook glimmend moeten maken. Maar het detail is duidelijk beter en het support is veel gemakkelijker te verwijderen, waardoor we hier een keurige afdruk krijgen. De rechterkant is zeker niet slecht hoor, laten we dat even vooropstellen. Alleen als je dichterbij gaat kijken, dan zie je duidelijk de lijnen. Rechterkant dus FDM printer, linkerkant SLA printer. Het verschil dus, FDM printer is dus fused deposition material, wil zeggen er worden laagjes materiaal op elkaar geplakt en dat verzorgt dan voor de print uiteindelijk, waarom je dus ook die lijnen gaat zien. De linkerkant, de SLA printer, werkt met resin die bloot wordt gesteld aan UV-licht. En dan weer het volgende laagje en ook dat weer blootgesteld aan UV-licht. Dus je gaat de lijnen niet zien. Ik moet ook erbij zeggen gelijk dat het filament wat ik daar gebruik heb, wat zowel de resin die ik gebruik heb, is 2 jaar oud. En dat zou ook wel eens aan vervanging toe kunnen zijn. Ik persoonlijk vind ze allebei mooi geworden. Ik hoop dat je in elk geval het verschil gezien hebt tussen FDM en SLA printer. Tot de volgende keer. Dag.